Hey Kengo Squad, hier zijn we weer met een PSA return. Deze keer jammer genoeg niet van Graded Gem, nog niet. Die komt ja, deze week wel, komt er wel een eerste aan. Het is van januari 2021. Dit is de return van Card Collect, dus mijn eigen website. En ik heb in februari eigenlijk 100 kaarten opgestuurd om eens te testen hoe dat het allemaal gaat als ik echt zelf zend. Ik kan zeggen, dat is heel goed verlopen. Eind februari opgestuurd en het was begin april al terug. De video heeft iets langer op zich laten wachten, het was een beetje druk. Dus ja, we gaan er direct in vliegen. Ander die heeft meegestuurd is ook Glenn. Glenn weet zijn crates nog niet, was ook als verrassing laat. Dus Glenn, als je kijkt, ja, klikt op het einde even weg. Beginnen doen we met de I Choose You, Pikachu's. Ik kom er redelijk slecht uit de packs. Ik heb ze allemaal zelf geopend. Dus de achtjes doen wel wat pijn. PSA 9. Ik vond het zelf een hele leuke set. Zit er 3, dacht ik, in een promopak. Dus ja. Deze heeft wel de 10 gehaald. Er zullen ook wat dubbelen voorbij komen. Dat is echt als poging om eindelijk eens een 10 te halen. Op deze kaart bijvoorbeeld. Ik denk dat ik al zeker 10 kaarten heb opgestuurd. Allemaal zelf uit packs gehaald. Echt, het kwam zelfs uit de sealed case. Maar dat is, ik denk, per 610 zaten. Dus ja. Is soms wel jammer om dan een 8 terug te zien. En deze is dan de eerste 10. Ik zeker echt niet om klagen. Ik heb er zelfs 2 gehaald. Dus eentje blijft sowieso in de collectie. Voor toch eindelijk is die, ja, die 10 in de collectie te hebben. Ik ga er een beetje sneller over gaan met deze. Ja. 9, 9, 8, 7. Dat is wel echt. Dat is natuurlijk niet wat je wilt zien. Ik heb zo zelfs 6 stapeltjes momenteel. Als ik zei, in totaal waren het 100 kaarten. We zijn nu dus ook terug bezig met opsturen. Ook al komen er nog kaarten terug. Ik wil echt ja, iedereen bedanken voor het geduld. In ieder geval, jammer genoeg geen 10 op de Ancient Mew. Maar echt iedereen bedankt voor het geduld. Ik kan het niet genoeg zeggen. Het is jammer genoeg buiten mijn, ja, buiten mijn handen dat ik er, ja, ik kan er niks aan doen. Het is wachten tot Graded Gem ze teruggeeft naar mij. En ik dacht dat er een stuk of 500 terugkwamen. Deze week, Trekking zegt dat ze morgen zouden aankomen, dus ik blijf speciaal een hele dag thuis. Om ze direct te kunnen verwerken, dat mensen ze s'avonds al kunnen komen ophalen. Al die birdjes, lekker een 10. Dan ja, een klein setje. Mensen die mij kennen weten wel dat ik echt enorme fan ben van de Amazing Rares, zeker in het Japans. Dus om die met opeenvolgende nummers terug te krijgen is echt geweldig. Dan een ja, Battle Festa 2017, de 061 versie. Hierop had ik eigenlijk een value charge verwacht. Het mocht maar max 200 in waarde zijn. En deze gaat natuurlijk ja, boven. Zo'n paar opgestuurd. Maar er is totaal geen value charge opgekomen. Voor mensen die niet goed weten wat een value charge is, dat is eigenlijk ja, een straf van PSA. Dat je de verkeerde service hebt gebruikt, omdat ze altijd bepaalde waardes per service willen aanhouden, ook voor verzekeringsredenen. Dus ja, dat is die reden dat ze dan zeggen van ja, eigenlijk had je meer moeten betalen. We gaan je ook in een hogere verzekeringsklasse steken en al die dingen. Dus daarom dat eigenlijk de value charge soms toegepast wordt. Onze deadlines zijn trouwens altijd eerste zondag van de maand. Moest er dan toevallig een promo komen die maand, wordt die natuurlijk nog in rekening gebracht en krijgen jullie direct de beste prijzen. Scheelt toch soms een paar euro's, dus
Volgens mij was heel dit setje trouwens PSA 10. Ze zal het nog niet in detail kunnen bekijken. Gewoon snel in sleeves gestoken. Prachtig shining ho-ho. Glenn die dat nu ook had meegestuurd, die was ook, had ook een kaart laten handtekenen door Arita. Dus met gevraagd dat we niet eens een autograph submission konden doen. Dus die gaan we ook doen in mei. Wat dat direct 7 mei ook gaat zijn, dat weet ik nog niet. Het lastige daaraan is, omdat het zo weinig kaart is, kan ik daar geen vaste prijs op zetten. Ik kan een standaardprijs zetten en dan wordt de shippingkost voor terug te sturen, omdat die niet samen met een gewone sub kan teruggestuurd worden. Die verdeel ik dan gewoon over alle senders. Nog wat Japanse promo's. Bij mij is het altijd... altijd Japanse promo's. Is het twee eigenlijk ook samen. Dan hebben we een Mimikyu Special Box. Mimikyu en Pikachu. Friendly Shop Campaign. Een Friendly Shop promo gewoon. Gentleman Pikachu. Toch echt wel bij mijn favorieten. Vind ik echt een hele leuke kaart. Ik stuur wel vaak dezelfde kaarten op. Dat is een beetje mijn eigen voorraad. onderhouden. Deze heb ik toch al last mee gehad om te graden. Dus ja, als moest er iemand interesse hebben in een kaart, laat zeker weten. Stuur mij een berichtje op Instagram. Ik probeer zo snel mogelijk te antwoorden. Ook als er vragen zijn, stuur ze zeker. Vragen over grading kan altijd naar laurent@gradingjam.com. Of ja, als het echt specifiek is over de nieuwe submissions, is het via de website. Je kan altijd via info@cardcollect.be. Red Pikachu kan zeker niet ontbreken. Heb je nog gekocht toen dat die 6 of 7 euro het stuk waren? Misschien zelfs goedkoper. Dus ja, dat is een no-brainer in mijn ogen. Nog even gewoon een korte update over ja, Graded Gem in het algemeen. Zit op januari nu over de 50% dat is verwerkt. Daar zitten ook die 500, ongeveer 500 kaarten al bij die dan nu gaan terugkomen. Nog zo'n leuk setje trouwens. Ja, allemaal tientjes als ik me niet vergis. Februari dacht ik dat ze aan 28% zaten. Kan zijn dat ik me vergis. Ook heel veel pijn, zo'n achtje. Er zal ergens wel iets gezien zijn door PSA. En ja, alles zou klaar zijn voor eind mei, normaal gezien. Het kan natuurlijk zijn dat het iets langer duurt, omdat de kaarten eerst naar mij moeten komen. Dus zelfs als het bij Crate Gem klaar is, ik krijg normaal gezien de kaarten altijd binnen de week toe. En ik verwerk ze dan de dag dat ze toekomen. Als het echt veel kaarten zijn, kan het 2 dagen duren. Maar ik zie meestal als mensen ze die avond nog willen komen afhalen, dat die zeker afgewerkt zijn. Hier ben ik heel, heel blij mee. Ik weet niet of dat mensen deze kaart kennen, maar die zit vanachter. Met zo'n gamecard. Samen verpakt. En ja, met shipping vanuit Japan naar hier. Verschrikkelijk. Ze zitten altijd wat compact verpakt, omdat ze anders ook te veel kunnen schudden. Leuke Eevee. Dus ja, ik heb al een 6 gehad, ik denk dat is al een 4, ik heb nog een 8 gehad. Dus ja, die 10 gaat sowieso niet uit de collectie. Beams Pikachu. En een aantal Illustration Grand Prix Charizard. Kanazawa Pikachu. Toen de reverse, die zat in zo'n soort box als promo. Deze kreeg je gewoon in de winkel bij aankoop van 5 packs, als ik me niet vergis. Yunagaba Pikachu.
nog een aantal van liggen. En dan, ja, in mijn ogen, het vervolg op de Battlefest, dat is eigenlijk met de drie starters. Allemaal een 10. Ja, allemaal een 10. En dat is het voor mijn submission. Dan hebben we nog Glenn. Dus Glenn, als je ze nog niet wilt zien, even afhaken. Je hebt echt prachtige kaarten, je stuurt ook geen value charges. Vreemd genoeg. Ja. Venusaur, EX Full Art, PSA 10. De Blastoise. En dan breng ik de Charizard nog in een 9. Allemaal first edition als ik me niet vergis. Ja, allemaal first edition. Dan een Battle Vista van 2014. Dat is de eerste dat is uitgekomen. Ja, nu tegen een... Oh, laatste keer dat ik keek was dat €500. Dus zeker dat ook hier. Value charge. Heel vreemd. Ja, ik denk dat, dat Glenn zelf ook al aan het twijfelen is dat hij wel een 10 heeft gehaald. Maar echt, topkaartje. Ik heb er net, echt net, denk vorige week, deze verkocht in de Shiny. Voor €2000 per stuk. Dus, al ja, echt dure kaarten. Vulpix Pikachu, PSA 9. Deze is wel jammer. Dat is op voorhand ook niet bekeken. Er zal wel ergens... Ja, allemaal heel lastig te zien natuurlijk. Hier, denk ik de... Ja. Hier van boven. Een soort van... Ja, daar. Een soort kreuk. De, ja. De kaart die ik zelf ook nog niet heb. Dat is heel jammer van die vier. Ja, van die vier. Mega Tokyo Pikachu, PSA 8. En de laatste van Glenn. De Rescue Team TX. Bedankt Glenn voor mee te sturen mijn test. Ja, wordt enorm gewaardeerd. Moesten jullie zelf nog een test hebben om mee te sturen, laat zeker iets weten. Stuur kaarten op, alle informatie staat op de website. En... dan zie ik jullie in een volgende video. Ciao!